Ja, ik zie het al. Hij zegt helemaal open. Hij moet gehecht worden. Gewoonverwonings liegen er net om. Maar Trixie hier had dan ook een flinke stuiter maken. Nou, hij is van een trap gevallen. Gelukkig kunnen de dokters hier alles bij meidje. Deze week komen 800 bijen naar de knuffelpoli van het MCL. En die is daarmee de grootste van Nederland. Het mes snijdt op zijn dij om twee kanten. Voor de doktoren is het natuurlijk heel leerzaam om met kinderen om te gaan op deze manier. Maar voor de kinderen is het allerbelangrijkste inderdaad om te zien dat het ziekenhuis ook leuk is. Intussen staat Eline ook klaar met Muisie die een brutse poortje had. Hoe dat kind is net krijg duidelijk. Maar beide binnen net benauwd voor de dokter. Ik ben hier wel eens vaker geweest. Oh, en waarvoor was dat? Dat ik ook mijn arm had gebroken. Oh, dus je weet er alles van. En wat moet er nu gebeuren? Bloed prikken. Komt ie hoor. Au, oh, dit zie je? Of is Muisje flink? Flink. Dat is flink, hè? Muisje krijgt gips en intussen staat Hidde met Trixie te wachten bij de apotheek. Krijgt hij zien tegen. De echte patiënten in het MCL hoeven net benauwd te wijzen dat ze nog lange wachtzien maat op zorg. Wij leren voor dokter. Dus mensen worden wel door ons gezien en behandeld in het ziekenhuis. Maar er is altijd een arts die daarbij meekijkt. Dus dat loopt nu gewoon in principe door. En daarnaast denk ik dat ze ons die 2 dagen wel kunnen missen. En dat het toch belangrijker is dat we de kinderen op deze manier bekend laten worden met het ziekenhuis.